is wel vet hoor. De komende tijd rijden wij mee met verschillende defensievoertuigen. Daar gaan we militairen het hemd van het lijf vragen. Niet opvallen met een blauwe jas. Dit is Meerijden met Jasper van de Koninklijke Landmacht. Vandaag ben ik op de landmachtkazerne in Stroe en ik ga iets super vets doen, namelijk ik mag meerijden met de 140 zwaar transportcompagnie. Dat is een groot woord voor een grote truck. Met deze truck transporteren zij tanks en nog meer lijpe voertuigen. En natuurlijk doe ik dat niet alleen, maar met corporaal Jasper. En die gaat mij alles vertellen over zijn beroep en over deze truck. Hey Jasper, hoe is het ermee? Ja, goed. Gaat het lekker? Ja, gaat heel lekker. Is het een serieuze bak of niet? Het is heel serieus. Want wat vervoeren jullie allemaal op deze truck? Tanks, panzerhauwitsers, bergingsvoertuigen, vrachtwagens. Dus leeg is die 30.000 kilo? Ja. En dan kan er hier nog eens hoeveel op? 70 in totaal. Nog eens 70 op? Ja. En doe je dat dan helemaal alleen? Dat doe ik helemaal alleen. Dus jij kan gewoon eenmans een tank op deze truck zetten en je werk doen en klaar. Zeker weten. Maar je zou dus denken, als je hier een tank op moet zetten, dat je echt 20 man nodig hebt om te doen, maar je doet het gewoon helemaal alleen. Je doet heel veel, dat doe je in je eentje. Okay. Het kan zo zijn dat er heel veel mensen bij zijn, collega's, en die helpen meestal mee. Nou, vandaag heb ik collega erbij. Zeker. Ik ga jou helpen. Gaan we doen. Ik zou zeggen, laten we wat doen. Gaan we zeker doen. Gaan we een rondje rijden? Gaan we een rondje rijden. Jasper, ja. Jij werkt in de logistiek. Wat houdt dat precies in? Het is vooral het transporteren van spullen. Jij rijdt de 140 zwaar transportcompagnie? Ja, zeker. Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed. Wat is het precies? Het voeren van echt het zware materiaal wat de krijgsmacht heeft. Zoals? De rustvoertuigen. Je hebt de bergingstank heb je. Je hebt de genie Kodiak. Ja. En je hebt de panzerhauwitser. Ja. En je hebt nog heel veel ander zwaar materiaal. Dat is echt. Alle grote wagens. Ja. Die komen dan hier achter. Die komen hier achterop. Is het lastig om die dingen erop te zetten? Het hoeft niet lastig te zijn. Ja. Want je moet natuurlijk wel de tekens geven aan de chauffeur van het voertuig. Die chauffeur van het voertuig die volgt jou gewoon. Als jij één ding verkeerd doet, rijdt hij misschien dan kan het. Dan hoop ik niet dat dat gebeurt, maar het zou kunnen. Je moet wel scherp zijn. Je moet heel scherp zijn. En waarom is logistiek zo belangrijk dan? Want zij zeggen, zonder logistiek staat alles stil. Ja? Als er geen logistiek is, hebben de eenheden ook geen eten, geen munitie, geen brandstof. Om zeg maar te oefenen. Of in missiegebied. Dus jullie zijn zeg maar degene die ervoor zorgen dat de rest verder kan? In principe wel, ja. Want je werkt nu bij afdeling logistiek. Ja. En zou je misschien nog bij een andere afdeling binnen Defensie willen werken? Ik zit hier prima op mijn plek. Ja? Ik zit heel goed op mijn plek. Hoe ben je er eigenlijk terecht gekomen? Door mijn broer, die heeft ook in dienst gezeten. Oké. Okay. Die heeft me in principe overgehaald om bij Defensie te beginnen. Ja. Ja, dat is hem gelukt. Ik zit er nu 13 jaar in. En hoe heeft hij jou overgehaald dan? Toch wel de kameraadschap die je toch al krijgt. Ook als je op oefening bent of je bent hier, je moet het samen doen. Juist. Dan heb je eigenlijk nooit het gevoel dat je echt alleen bent of dat je er alleen voor staat. Precies dat. Heb je altijd al logistiek gedaan? Nee, ik ben begonnen bij de verbindingsdienst. Oké, okay. En wat houdt dat precies in? Het opbouwen van radiosystemen. Ja. En het neerleggen van kabels zodat de oefende eenheden het in principe internet hebben. Zodat ze dingen kunnen bestellen, munitie, eten en dat soort dingen. En dat ze met elkaar kunnen communiceren. Precies dat. Waarom heb je de overstap gemaakt naar logistiek? Omdat ik altijd me toch aansprak, het logistieke ding zeg maar. Ja, ik wou toch gaan rijden. Ja, dan is het wel vrij makkelijk om dan naar logistiek te gaan, omdat je daar natuurlijk vrachtwagens rondrijdt. Dit is waar jouw echte passie eigenlijk is. Dit is echt wat mijn passie is. Juist. Maar wat is volgens jou het verschil tussen gewoon een burgerchauffeur zijn en bij Defensie? Bij Defensie ben je ook militair, want die rijdt met heel zwaar materieel. Tuurlijk rijden natuurlijk ook burgers natuurlijk ook met grote auto's, vrachtwagens, yeah. Maar niet met de lading die wij hebben. En wat vind je zo leuk aan het werk? Je komt overal. Je bent echt met echt lomp materiaal aan het rijden.
Dat voel je, merk je wel. Dat is gewoon een bonk staal wat op je afkomt. Het klinkt best wel heftig om zo'n groot ding erop te zetten. Maar kunnen we dat ook gaan doen vandaag? Dat gaan we zeker doen. Ja? We hebben iets klaar geregeld, zodat jij kan ervaren hoe het is. Met wat gaan we erop zetten? Een rupsvoertuig. Een rupsvoertuig? Ja. Oké. Het is wel vet hoor. Kijk, laat ik hem in principe nu omhoog klimmen tot een bepaalde. Oh! Wil jij die laatste handeling doen? Graag. Oké. Wat moet ik doen? Een soort van baby, een baby in slaap wiegen. Ja, dan mag je dat soort die beweging mag je naar de chauffeur van dat voertuig gaan maken. Weet je, ik heb nu het gevoel dat je zeg maar mij iets gaat laten doen wat niet zo is. Nee. Chef! Oh, toch wel. Is die goed? Nog een beetje, hè? Nou, hij moet... Kleine baby. Zo. Kijk, als je hem naar achter wil hebben, ja? doe je in principe deze beweging. Kijk. Ja, je gaat goed. Ja, is goed zo. En doe je dit. Prima homies. Oh, dat is op straat, dat betekent iets anders. Nou, ik moet zeggen, ik vond het best wel, ik vond het tof ja. Om het te doen. Weet je, ook met de communicatie met de persoon die dan in de rupsvoertuig zat. Zeker. De verschillende handgebaren die je moet doen om elkaar te begrijpen. Ja. Het gaf een beetje een machtig gevoel. Het gaf heel machtig. terwijl ik bezig ben. Oké, Jasper. Ik heb hier het vragenvuur. Ja. Ik ga jou vragen stellen. Moet je niet te lang over nadenken. Gewoon snel antwoorden. En dan gaan we gewoon vragen achter elkaar knallen. Gaan we doen. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Komt-ie. Moment van trots tijdens werk. Dat is een hele goeie. Ik denk dat toch wel de bevordering naar corporaal, zeg maar. Als je geen chauffeur bij Defensie zou zijn, wat zou je dan doen? Dan denk ik dat dan de chauffeur en de burger. Een truckerscafé of café bij jou om de hoek? Willekeurig. Café om de hoek. Café om de hoek? Ja. Gewoon gezellig, lekker thuis. Luchtmacht, Marechaussee of marine? Oh, die is moeilijk. Je moet kiezen. Marechaussee. Favoriete defensievoertuig? Topco. Wat is dat? Vraag waar ik nu zitten. Oh, wat een domme vraag. En wat is volgens jou je gaafste auto? Zeg maar gewoon een normale auto? Ferrari. Ja, is toch wel gewoon de klassieker, toch? Mooi, Italiaans. Zeker weten. Zonder welk voedsel zou je niet kunnen leven? Een stukje vlees. Gewoon een stukje vlees, ja. Ja toch? Dat was hem man, vragenvuur. Nou mooi. Je hebt hem overleefd. Zeker. Ben je wel eens op uitzending geweest? Ik ben één keer ben ik weg geweest. Ja? Eén keer. En naar waar? Dat is naar Litouwen. Litouwen? Ja, voor een half jaar. Begin 2019 tot juli 2019. Oh wow. En wat moest je daar allemaal doen zeg maar? Ja, daar doe je waar je voor getraind hebt. Doe je dan een beetje hetzelfde als hier in Nederland, maar dan in het buitenland? Het is niet echt hetzelfde. Want daar doe je echt waar je voor je opleiding bent gegaan. Maar je gaat er met een andere mindset ga je erin. Als in? Want je weet dat het hier in Nederland eigenlijk zo goed als veilig is. Ja, precies. En als je daar bent, je weet nooit wat er gebeurt. Dan hangt er toch wel een ander sfeertje in de lucht, denk ik. Heel erg. Merk dat ook bij de rest of zo? Dat ik weet niet, ja. Ja, je gaat sowieso, als je voordat je weggaat, ga je sowieso een traject in. Ook met de groep waar je mee samen weggaat. Oké. Dus je leert elkaar wel kennen. En wat voor traject is dat dan? Gewoon een trainingskamp soort van? Ja, je wordt geformeerd, je komt bij elkaar. Huh? Je gaat oefenen met elkaar. En dan specifiek om uitgezonden te worden? Om uitgezonden te worden, ja. Ja. En vond je dat spannend de eerste keer? De eerste keer vond ik het wel spannend, ja. Ja? Ja, je zit natuurlijk al een tijdje in dienst, je wilt maar één ding en dat is een keer doen waar je voor opgeleid bent. Opgeleid bent. Ja. Ja, en als dat toch een keer gaat gebeuren, ja, dan is het toch wel spannend. Kan je de nacht ervoor nog herinneren? Ik was wel in spanning. Het duurde wel heel lang voordat ik wel in slaap viel. Ja. Want je dacht, morgen is de grote dag? Zeker. En ik zat natuurlijk ook nog met mijn huwelijk nog. Als in? Ja, ik zou ook nog gaan trouwen in dat jaar. Daarvoor of daarna? Daarna. Nee joh. Ja, letterlijk 24 uur nadat ik landde werd ouder. Echt? Ja. Dat is wel leuk. Je weet dat je uitgezonden wordt. Waarom zou je nu zeg maar een dag na terugkomst plannen? Ja, dat was ook eigenlijk niet helemaal de planning eigenlijk. We hebben het al drie keer verzet. Oh. Ja, en dat was maar één mogelijkheid. Dat was daarna, want anders hadden we weer een voortrouwen moeten. En... Dat is echt lijp. Maar hoe ging zij daarmee om dan, dat jij werd uitgezonden? Zij was dat in die periode, was ze heel ziek.
Ze zat in een rolstoel en nee, joh. Ze was een scootmobiel. Dus ja, ze was heel druk bezig met haar hersteltraject. En ze had gezegd, als jij terugkomt, je komt door de deur op de luchthaven, spring ik in je armen. Nou, dat heeft ze gedaan. Had je vaak contact met je vrouw? Wel, bijna elke dag. Ja, je kon elke dag. Ja, zeker. Als je zeg maar kijkt naar die periode, naar die tijd, hoe kijk je daarop terug? Dat ik een hele goede tijd heb gehad. Ja? Ja. Ik had daar op de kazerne wel de belangrijkste baan. Ja? Ja, ik was de postbode. Oké, okay. En waarom was dat dan zo belangrijk? Er is niks leukers als je daar voor een half jaar zit en je krijgt brieven en pakketjes van het thuisfront. Dus je hebt waarschijnlijk heel veel blije gezichten gezien? Heel veel blije gezichten, maar ook af en toe teleurgestelde gezichten. Ja? Ja. Van mensen die niks kregen? Precies. Of te laat. Oh, wat kut. Hoe zou jouw vrouw eigenlijk nu reageren als jij weer zou uitgezonden worden naar oorlogsgebied? Nou, ik ga in oktober weer. Nee joh? Ja. Naar waar? Zelfde locatie. Oh, dezelfde locatie? Zelfde plek. Oh shit. En wat was haar reactie? Ja, ik had er al wel zo voorbereid van, de kans is aanwezig dat ik nog een keer ga. Ja. Maar ze zegt ook, het is je werk. Ja. Je moet het gewoon doen. Natuurlijk, het is al moeilijk. Het is gelukkig niet, dit keer niet voor een half jaar. Hoe lang dan? Ik ga nu voor 3 maanden. Oh, okay. 3 tot 4 maanden. Hoe belangrijk is het werk eigenlijk voor jou? Hoeveel heb jij over voor je werk? Bijna alles. Oké. Okay. Mijn werk is wel belangrijk. Hey, jij bent ook een stapje omhoog gegaan in rang? Ja. Je hebt er een streepje bij? Ik heb er een streepje bij, inderdaad. Wat voor gevoel geeft dat jou dan, als je dan die extra streep krijgt? Toch wel de waardering. Ja? Ja. En hoe lang ben jij nog van plan om bij Defensie te blijven? Zo lang mogelijk. Ja? Ja. Jasper, dankjewel. Ja, ik heb, geen dank. Superveel bijgeleerd vandaag. We hebben een rupsvoertuig erop gegooid. Ik heb nieuwe gebaren met mijn handen geleerd. Dus dat was ook hartstikke leuk. voor de mensen thuis, vond je het nou leuk? Zou zeggen, like deze video vooral. Heb jij vragen voor Jasper? Zou ik ze stellen in de comments? En wil jij meer informatie over werken bij Defensie? Dan moet je naar www.werkenbijdefensie.nl. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Joe!